Amsterdam tegen SRC. Het stadion is voor nu nog helemaal leeg, maar over een klein uurtje gaat de wedstrijd beginnen. Ik ga even een rondje op het terrein lopen om te kijken hoe is de sfeer nou hier in Amsterdam. We gaan erachter komen. Ja, ik vertel, hockey, dat is een onbekende denk ik. Groot hockeyfan? Nou ja, ik ben wel altijd wezen kijken. Vroeger al met Ties Kruis en alles. Omdat ik toch wel een beetje vergelijking zie met het voetbal. Maar dan wel iets sneller, toch? Dat kunnen we wel herkennen. Ja, soms is het sneller. Maar wat ik een mooie regel vind, wat bij voetballen niet gedaan wordt, dat is de tijdrekken. Dat het gewoon tempo, gewoon gas, en dan krijg je een kaart. Tempo, tempo. En dat moeten ze bij voetbal ook veranderen, want anders komt er niks meer van terecht. Ja. Kijk, dat is goede support. Jullie gaan juichen zo, hopen jullie. Hoeveel gaat het worden, denk je? 2-0 voor Stichtsen. En wie is jullie favoriete speler van Stichtsen? Jibby. Jansen. Ja, Jibby Jansen. Ja, ook. Allemaal Jibby Jansen? Ja, ja. Hey, en dan vandaag, voor wie je bent, dat hoeven we echt niet aan jou te vragen natuurlijk. Nee, maar hoeveel gaat het worden? Hoeveel het gaat worden? Nou, ik heb ze allebei zien spelen. Verleden week Amsterdam tegen de Bosch en SCC tegen. Heurde? Was dat heel leuk? Oké. Okay. Maar toen vond ik, nou, ik heb Amsterdam gezien. Er kon wel eens toch winnen worden voor Amsterdam. Nou, verlies Albers en Noah Muller. Dat is een jong talent natuurlijk. Ja. En ja, jammer, ze hebben de teen gebroken. Dus die speelt niet. Zonde. Vind ik echt heel erg jammer. Maar als we er dan een score aan moeten koppelen, hoeveel het vandaag wordt, wat denk je? Ja, ik denk dat het gelijkwaardig is. Dan zal het misschien weer een 2-1 of 1-0 kunnen worden. Spannend potje dus. Ja, heel spannend. Mannen, ik denk dat ik al weet voor wie jullie zijn. Maar kunnen jullie één keer zo hard als je kan laten horen voor wie je bent? Ik denk dat ze er klaar voor zijn. En ken je ook nog mensen uit het team? Toevallig ken ik mijn zus best wel goed. Dat is Famke Richardson. Oh, die ken je best wel goed? Ja, best wel goed. Al een jaartje of 25. Ah, lachen. Ja. Lachen, leuk. Als jij nu echt een Stichtsen nummer moet zingen, wat zou het dan zijn? Als je maar Stichtsen wil laten! Zo leuk dat je er bent. Ben je altijd een hockeyfan geweest of wat breng je hier? Ja, ik kijk wel zeg maar, op televisie heel veel hockey, maar niet zeg maar live aanwezig bijvoorbeeld. Maar mijn vriendin Felice Albers, vader is een van mijn beste vrienden, Guido Albers. Dus ja, wij kennen elkaar al zolang Felice oud is. Vandaar dat ik even kwam supporten voor Felice. Leuk. Hoe vind je een beetje de sfeer hier in Amsterdam? Heel leuk hier. Ja, is wel weer ook een beetje gejuicht. Nou ja, wat dat betreft valt wel mee. Twee doelpuntjes, dus zoveel hebben we nog niet mogen gejuichen. Ja, maar je kan natuurlijk aanmoedigen ook tussendoor. Ja, maar dat hoor je weinig hier. Ja, blijft hockey, hè? Ja, blijft ook. Maar ik ben voor de tegenstander dus. Oh ja? Ja. Hey, dan zit hij hier met een sjouw, ja. Heel gevaarlijk, hè? Oh, we delen het niet door de video. Dat is grappig, zo leuk. Wat vind je tot nu toe van de wedstrijd? Wel goed gaan, ja. Het staat 1-1. Ja. Hoeveel gaat het worden, denk je, uiteindelijk? 2-1 Amsterdam. 2-1 Amsterdam, dus één doelpuntje komt er nog bij. Ja. Hoe is de sfeer in Amsterdam? Wat gezellig? Ja, zeker. Ben je ook een beetje aan het schreeuwen, of dat niet? Zeker. Wat voor dingen dan? Zeker. Gewoon, kom op Amsterdam, hup. Kom op Amsterdam! Nou, we horen het van zo goed. Hey, het is 2-2 geworden, hè? Ja. Later gaat die beslist worden. Wat vond je van de wedstrijd? Spannend. Ja, kwartje hier, kwartje daar. Ik denk niet dat het beste spel was Stichtsen, maar wel heel gaaf teruggekomen, denk ik. En dat is ook heel belangrijk. Wauw. En nu de logische vraag. Gaan ze het pakken, mannen? 100%. Heb je nog een boodschap voor Amsterdam? Ja, je kunt komen, maar je kunt ook de overwinning aan ons laten. Maar het is denk ik wel leuk voor hun om te komen kijken. Hè? Gewoon om het sportief te maken, maar hij gaat naar Stichtsen en die worden landskampioen. We maken er een waanzinnig mooi feest van maandag, maar Stichtsen wordt landskampioen. En wat vond je ervan de wedstrijd? Ik dacht dat de SCHC wel ietsje overhand had. Maar wat me wel een beetje tegenviel, zeg maar, de kansen zeg maar, van overweer. Ik denk dat we, ja, uiteindelijk hebben ze maar 4 kansen gehad en bijna 4 goals zijn er geweest. SCHC die hebben dan al 2 strafcorners gehad. Maar dus eigenlijk zeggen dat het gewoon een saaie wedstrijd was? Of niet? Ja, te weinig kansen. Voor mij, dat vond ik een beetje. Dat maakt wel iets meer, daar ben ik mee eens. Ja. En je wilt spelen maandag de tweede wedstrijd. Ja. Wat denk je? Gaat Amsterdam pakken? Nou, het zal moeilijk worden. Maar dat zeg ik, ze hebben goede spelers en speelsters. En ze maken zeker kans. Dus, maar idealiter, Amsterdam wint maandag, hat-trick van Verlies. Ja, dat is dan mooi. Net zoals Kuyt ooit in de Kuip. Ja, dat is wel heel mooi, ja. Ik wil het aanvragen in ieder geval. Top, dankjewel man.